De minister van Defensie, Krishna Mathura, is na evaluatie niet alleen misstanden bij haar ministerie tegengekomen. Ze heeft ook mooie projecten gezien die zonder meer moeten worden gecontinueerd. Dat zei de bewindsvrouw gisteren voor aanvang van de Raad van Ministers vergadering aan de pers. Een van de positieve dingen is dat het leger enorm zelfvoorzienend is. Zo maken de militairen hun eigen kleding. Ik denk dat er een paar mooie dingen. Gisteren heb ik een bezoek gebracht aan de kazerne. Kijk, ik zie enthousiaste mensen, ik zie goed opgeleide mensen. Ik zie potentie in de legerorganisatie om de defensietaken goed te kunnen vervullen. Ik zie bijvoorbeeld dat door de vorige minister een kledingafdeling is opgezet, waarbij dus alle uniformen van militairen, zeker van de recruten die opgeleid zijn, zelf vervaardigd worden. En dat is heel mooi. Dat is een zeer positief ding, een mooi ding. Dat moeten we absoluut continueren. Is een besparing voor het leger. Ze zijn bezig op dit moment heel veel mondkapjes te maken voor de hele samenleving. Dat doneren we voor deels. Ze hebben een deel gemaakt voor het diaconessenziekenhuis. Ook voor de samenleving gaat er gemaakt worden. Dus dat zijn hele mooie en positieve dingen. Daarnaast hebben de militairen zwemvesten gemaakt van petflessen, vertelt Mathura verder. Gisteren heb ik overhandigd gekregen een zwemvest dat gemaakt is zelf door het leger. En het is gemaakt van petflessen en ik heb een demonstratie mogen krijgen. En het werkt perfect. En daarvan zijn er meer dan 100 gemaakt. Dat soort mooie dingen gaan we continueren. En dat is eigen productie ook. In Saramaca is er het bedrijf van het leger, van Vrijburg. Daar wordt er groente geplant, kippen geteeld, koeien, alles. En dat is ook om die zelfvoorzienendheid van het leger te vergroten. Daar heb ik nog geen bezoek aan kunnen brengen, maar ik heb wel een presentatie gehad. En wel gesprekken gevoerd en dat gaan we wel continueren. Dus ja, er zijn een aantal dingen die wel heel mooi zijn en veelbelovend. Minister Krishna Mathura van Defensie gisteren voor aanvang van de Raad van Ministers vergadering. Ze zegt dat ze ook mooie projecten heeft aangetroffen bij de Defensieorganisatie.